De bouwsector in Vlaanderen is sterk aan het veranderen. De vraag naar energiezuinige, betaalbare, maar ook comfortabele woningen stijgt sterk. Confederatie Bouw Limburg zet in samenwerking met het agentschap Ondernemen en Innoveren samen in op het project Transformatie Bouw Limburg. En we willen eigenlijk een impuls geven aan onze bouwbedrijven om in dat traject te evolueren en nieuwe zaken te ontdekken. Mutatie Plus is een proeftuinproject waarin 13 partners de handen in elkaar hebben geslagen om woningen te gaan renoveren op 3 pijlers, op energie, op comfort en op levenslang wonen. De factor energie is tot stand gekomen uit de oproep van het agentschap van Innoveren en Ondernemen die de renovatie van woningen versneld in de markt wil zetten. Met Nieuwdak zijn we in de proeftuin Mutatie Plus ingestapt omdat we al jaren op zoek zijn naar mogelijke oplossingen voor de oudere woningen binnen ons patrimonium om die nog een nieuwe toekomst te kunnen geven. Een nieuwe toekomst vooral naar energiezuinigheid, toegankelijkheid. En dat is een heel leerproces voor iedereen, maar voor ons ook omdat wij toch wel de intentie hebben om heel wat van onze woningen, van oudere woningen, op misschien een vergelijkbare manier te gaan renoveren in de toekomst. 10 proeftuinprojecten zijn daarop uitgeschreven. Binnen Limburg werden er 3 gerealiseerd, waaronder Mutatie Plus. Ja, met die proeftuinen kunnen wij eigenlijk wetenschappelijk onderzoek in de praktijk gaan uittesten. Het moet niet in een laboratorium haalbaar zijn, maar het moet in de realiteit, in de praktijk, op een werf haalbaar zijn, zodanig dat er ook nog een bepaald rendement overschiet. Mutatie Plus staat eigenlijk voor een snelle renovatie. Dat wil zeggen dat bij de huuropzeg dat we dan al beginnen met de voorbereidingswerken, voorbereiding in ateliers, dat er wanden, eventueel woonunits kunnen klaargemaakt worden. Dat na die 3 maanden van opzeg dat we meteen met de werken kunnen beginnen en dat we dan eigenlijk op 2 weken tijd een woning volledig gerenoveerd hebben. En dan nog een beetje schilderwerk en dan kan de nieuwe huurder komen. Ja, we hebben met een groot aantal mensen samengewerkt van ook verschillende bedrijven en kennisinstellingen. En het is dan heel belangrijk dat we vanaf het begin ook duidelijk de planning in de gaten houden. Dat geldt zowel voor de voorbereiding, maar ook voor het moment dat we op de bouwplaats zelf beginnen. Die planning is heel strak en die is op een lean manier gemaakt. En daar hebben we getracht om iedereen die betrokken is bij het project ook zijn eigen inbreng te laten doen in die planning. Lean wil zeggen, maak het klein, doe een pilot, leer uit de pilot, pas vervolgens je project aan en doe de tweede pilot nog veel efficiënter dan de eerste al was. Dus wij hebben de bouwplaatsinrichting gedaan, we hebben het sloopwerk gedaan en we zullen ook binnen een aantal aanpassingen doen die nodig zijn in het kader van het levensloopbestendig maken van deze woning. Dat doen wij als bouwbedrijf. De woning wordt gerealiseerd op een mutatiemoment en het is zeer belangrijk om dit mutatiemoment zo kort mogelijk te houden. En daarom is prefabricage, het werken met modulaire units en het inbouwen van technieken absoluut een must. Ja, ik denk dat we op een hele bijzondere manier naar die schilrenovatie gekeken hebben. We slopen eigenlijk het binnen- en buitenspouwblad weg en we kunnen de woning als het ware gewoon binnenkijken. En op dat moment komt onze houtskeletbouwwand, speciale wand, voorbereid in de fabriek. En die houtskeletbouwwand die komt dan in 1 keer op de plaats waar vroeger het metselwerk zat. Die houtskeletbouwwand die bevat alle onderdelen die wij daarin willen steken. Dat zijn de leidingen van ventilatie, elektriciteitskabels, afvoerleidingen. Alles geïntegreerd in die wand, ook de ramen zitten daar bijvoorbeeld al in, zodanig dat die wand, eens die geplaatst wordt, en dat gebeurt op een half uur, dan staat zo'n wand erin, is die woning terug dicht en functioneel. Het WTCB is bij dit project bijgekomen omdat we eigenlijk net een 3-jarige studie afgerond hebben rond het gebruik van geprefabriceerde gevelelementen in renovaties. Het WTCB biedt eigenlijk op 2 vlakken ondersteuning bij dit project. Enerzijds heb je de technische kant van de geprefabriceerde houtskelet gevelmodules.
En anderzijds bij de concretisering en bouwtechnische uitwerking van de sociale aspecten zoals toegankelijkheid en levensloopbestendig bouwen. Daar begrijpen wij onder leefcomfort, beleefbaarheid, verhoogde toegankelijkheid, inclusie voor zoveel mogelijk mensen. Dat kunnen jonge mensen zijn, oudere mensen, jonge gezinnen, kinderen. En wij proberen dat eigenlijk te realiseren door enerzijds de bewoners die in de huidige woning hebben gewoond te interviewen, maar ook de toekomstige bewoners te gaan bevragen. Concreet hebben we de woning nu ontworpen met het oog op extra leefruimte beneden en werd de badkamer die oorspronkelijk beneden was ingericht naar boven verhuisd op vraag van de bewoners van Nieuwdak. Ondertussen werden in de woning andere aanpassingswerken gedaan in het kader van levenslang wonen. Hierbij kan je denken aan het vergroten van een voordeur, het wegnemen van opstapjes en het aanpassen van ruimtes op vraag van de nieuwe bewoner. Als producent van units zijn we mee ingestapt omdat wij dus als 3D-elementen maken. En deze elementen zijn dus op één dag plaatsbaar bij de woning die ze nu aan het verbouwen zijn. De productie wordt uitgevoerd in onze fabriek. De forse omstandigheden, de regen van de afgelopen dagen hebben ons dan ook geen parten gespeeld. Bij Mutase Plus wordt een BIN-standaard nagestreefd. Daarin zien we dat de energielasten voor verwarming beduidend lager zijn, maar dat er op de energiefactuur meer naar het sanitaire warm water gaat. Bij Thermat Brink combineren we dit alles in één compacte unit, de Eco-combi. Dit combineert dus verwarming, sanitair warm water, duurzame energie door middel van een zonneboiler en een gezonde ventilatie. Het hart van de Eco-combi is de zonneboiler. Dit is een energievat van 200 liter. De warmtehoeveelheid die daarin opgeslagen wordt, wordt langs de ene kant gebruikt voor de verwarming die verdeeld wordt door middel van de ventilatielucht. En langs de andere kant wordt de warmte gebruikt voor het sanitaire warm water. Door deze standaardisatie is er tijdswinst, is er plaatswinst in de woning en worden er ook installatiefouten op de werf vermeden. Vandaag werd de unit geplaatst. De unit die werd voor dit project ontworpen voor extra woonruimte te creëren voor de bewoners, maar kan in de toekomst perfect uitgewisseld worden voor een module in het kader van levenslang wonen. Een ander voordeel van ons product is de uitwisselbaarheid. We kunnen perfect een element wegnemen en een ander element in de plaats zetten wat een andere functie krijgt, zijnde sanitair, slaapruimtes of wat dan ook. Ja, de steenstrips die zaten er deze keer niet op vanuit de fabriek. Die plaatsen we op de wand als die al gemonteerd is op de bouwplaats. Dat is een vraag van de klant omdat hij wilde een uniform uitzicht van de gevelstenen gelijklopend met de buren. Mutase Plus is een consortium van bouwpartners, maar het is evenzeer een proeftuin. En vandaar zijn er ook een heel aantal kenniscentra en onderzoeksinstellingen bij betrokken, zoals de universiteiten van Hasselt en van Leuven, maar evenzeer Enter en ook het WTCB. Die kennisinstellingen die zorgen voor monitoring, voor metingen, voor simulaties. Maar zij zien er evenzeer op toe dat de innovaties die uitgedacht worden binnen dit project ook wetenschappelijk verantwoord zijn en technisch haalbaar zijn. Wij gaan de resultaten van die proeftuinen verder uitrollen binnen de sector, kenbaar maken naar onze bedrijven. We zijn nu met ongeveer 33 partijen initieel in zee gegaan. Maar ik ben er zeker van dat het ondertussen al heel wat meer partijen zijn. En dat er zowel de kenniscentra, universiteiten, hogescholen, onze eigen WTCB, als ook de Confederatie Bouw de nodige inspanningen gaan voor gaan doen. Zodanig dat de opgedane ervaringen voor heel de sector bruikbaar zijn. Naar de toekomst toe hopen we dat we die sociale waarden ook kunnen visualiseren en op die manier aan die woning een identiteit kunnen geven, waardoor dat mensen kunnen aflezen in welke mate de woning ook sociaal innovatief is.
Maar het is ook de bedoeling om particulieren te bereiken. Concreet worden acties ingericht om de voordelen van BEN-renovaties en een warme thuis aan het brede publiek in de kijker te zetten.